Je ziet het goed. Dames en heren, ik sta te wachten op Chitte van der Schelly. En we zouden over een kwartiertje gaan vertrekken om te beginnen met de 12 provincie challenge. 12 provincies in 12 nachtjes. 12 nachten vissen. Maar goed, het gaat ook nog steeds door. Alleen het weer wat we hebben meegenomen of besteld, is niet al te best. Tot eergisteren was elke dag 25 graden en zon. En de challenge gaat beginnen. Het is echt hondenweer. Sterker nog, de honden lust hier in boot van. Ik ben even naar de schuur gelopen om mijn spullen klaar te zetten. Ik ben nou al zeker nat geregend. Het is een mooi vooruitzicht. Maar we moeten er het beste van maken, want alles staat ingepland. En we gaan maar eens vertrekken. Ja, wel, kijk eens aan. Het is eindelijk even droog. Kwartiertje rustpauze. En daar zal je hem hebben. Hey, de man van de 12 provincies. Zo is het, jongens. Ga maar, hoe is het? Goed, goed. Tijd voor provincie nummer 1, jongens. Zuid-Holland, let's go, Dio. Yes. Het autootje is er, de aanhanger is vol. Ja, kijk, het hele pakket. Hey. Hebben we er zin in? We hebben er zeker zin in. Hey, en de auto ziet er niet zo heel veel uit, moet ik zeggen. Het is open. Hij is open. Sowieso, koelboxje mee. Ja. Overal aan de dag. Lekker pik. Ik heb er ook fucking weer zin in. Precies. Knallen. We gaan nu eerst naar de supermarkt, even boodschappen halen. Daarna gaan we even rijden. In de spits. Ik dacht, de eerste nachtje doen we nog redelijk dichtbij. Dus onze home provincie. Maar niet in water die we kennen. Gewoon een nieuw watertje. Maar Zuid-Holland. We gaan nachtje knallen. En let's go. Ja, de auto zit relatief vol, maar wel beperkt. We hebben nog wel een beetje ruimte, moet ik zeggen. Over niet vol. Nee, ik kan een keertje normaal zitten. Die gaat dicht. Hoppa. Zet er even een lekker nummertje aan. Een echte, kijk wat in de wachtrij staat. Een echte technobeuken. Hé, hey, doe eens gek. Ja, doe eens gek. Klok, klok, tik, tik. Wat is dit nou weer? Kijk eens. Sinds wanneer heb je die? Ja. Win en Vijs. Sinds wanneer heb je die? Die heb ik een weekje of zo. De zaken gaan goed, hè? Zaken gaan goed, jongens. Abonneer, koop je merchandise. Maat, wat een drama. Dat is niet normaal, jongens. Dus 4 weken lang heeft gewoon de zon alleen maar geschenen in Nederland. Chitter gaat vissen, heel de week regen. Heel de week regen. Maar ja, misschien is het wel goed voor de vissen, dus we mogen eigenlijk niet klagen. Dat is zeker zo. We mogen niet klagen. Oké, beste kijkers. Aangekomen. En we gaan knallen. Ja. Want weet je wat het is? Er zit een paaltje, dus we kunnen niet langs met de auto. Gooi even al een aanhangertje, die lopen we er gewoon naartoe. We kunnen alles in één keertje lopen. En dan gaan we naar de strek, want het gaat over een uurtje keihard regenen. Dus we moeten opschieten. Strijden. En dan gaat hij even de auto parkeren. En zoals we net al zeiden, aangekomen op het eerste water. Provincie Zuid-Holland, stad Rotterdam. Goed, we komen hier niet zo heel vaak, maar we moeten het toch een keertje proberen. Rotterdam, nu is gek. En we hebben wel een trolley mee. Maar we dachten, nou dan moeten we 2 keer lopen. We kunnen beter even heel de aanhanger helemaal volgooien. Hoort even strijden, maar goed. Wacht even zo. We kunnen er van door. Je kent het al. Auto op slot. Tjoet, tjoet. Die gaat op je rug? Die gaat op mijn rug. Hooglampje mee. Het wordt even bikkelen. Het wordt echt even bikkelen. Zeker wel een paar 100 meter lopen. Ja joh, maar... Klein blijven is een optie. Nou, wat Chitte net al zei, we hebben ongeveer 1,5 uur aan een uurtje dat het droog blijft. Dus het zou wel lekker zijn als we dan alles hebben staan. Amigo? Ja, echt strijden. Oké, daar gaan we dan. Je ziet er weer goed uit. We pakken het even op. Je ziet er goed uit. Heb je dit geleerd bij de nieuwe lichting? Ja. Voorwaarts! Godverdomme. Oh, wat drama. Het is echt fucking hard aan het regenen. Ai, nee joh. Kom, we gaan lopen. Nee, ik wil niet. Ja, ik wil ook niet. We moeten wel. Oké, oei! Broer! Ja, wat een... Ja, hou die zo! Wat een weer! Lopen! Broertje! Let's go, jongen! Ja, kijk eens! Strijden! Bang bang, hij staat op de locatie! Hey, joh! Vertel hem niet waar we zitten.
Ik zou het niet weten. Maar het zit dicht bij het vliegveld. We zitten en het is eindelijk even droog. We hebben de spullen ondertussen opgebouwd. Kijk eens even aan. Ik zou even een stapje naar achter doen. Daar staat hij. Mijn tentje, alle spullen netjes erin. Niet te gek, niet te veel meegenomen. Jij weer met Basie? Ja, op zoek naar zijn spullen. Op zoek naar zijn spullen. Gaan we eens even de andere kant filmen. Chit is een rukbunker. Nou, die staat er ook helemaal klaar voor. Het ligt er nog wel een beetje rommelig bij. Maar goed, we zijn pas net aangekomen. What the fuck heb jij bij een stretcher gedaan, joh? Ja, de stretcher is gebroken aan twee kanten. Oh, mijn poten zijn gebroken. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Heb je te veel gewiept? Nee. Dat was een buisfeest. Helaas. Maar oude stretcher. Zoek naar een nieuwe sponsor. Help de jongens uit. Ik hoor ergens achter mij hoor ik zo, nee! En dat is meestal een kreet die ik niet wil horen. Dan weet ik dat er iets fout is. Het zijn geen geintjes. Kerel. We hebben maar één deel. En het is het verkeerde deel. Hoe wil je dat gaan doen? Hoe kan dat? Ja, dat weet ik nog niet. Misschien heb ik nog ergens een ander deel. Ja, perfect. Ik denk ik neem een schep dat niet mee, want jij hebt er één. Ik ga even hier kijken. Heel misschien zit het in de voederaal iemand. Ja, het zou lekker zijn. Maar hoe kan je nou weer dat verkeerde deel thuis hebben liggen? Ja, dat is gevraagd. Dat weet ik niet. Nou, we zijn ondertussen wel gesfitst van schoenen. Kijk eens. Kijk eens. Perfecto. Strijden. Helemaal top. Allebei aan de laarzen. Aan de laarzen. En zo naar de cameraman. Ja, en zo naar Bram inderdaad. Bram de boodschappenman. Van Bram. Hij heeft me goed gezet. Beter in de regen in laarsjes. Lekker pink. Ga even daar hengeltjes op de azen. Ja, ready? Nou, beste dames en heren, even voor de kleine trek. Een klein stroopwafeltje. En ondertussen hebben we de hengels baas. Althans die van mij. Hengeltje 1 ga ik vissen met de Hot Tuna 20 mm met daaronder een Hot Tuna pop-upje. Is trouwens de hard one, hard hoekbeet. Weet er niet of de kreef zit, maar goed. Je kunt maar beter voor zijn. Hengeltje nummer 2 heb ik mijn herkapot van getrokken, dus die moest ik even inkorten. Hebben we alleen de single bowl, ook de Hot Tuna wederom. En nummertje 3, hetzelfde als de eerste. Hot Tunatje, tijgenotenkoop.nl, onze grote vrienden. Kom ik aan bij de aanhanger om bij te voeren. Wat heeft er liggen? Kril garlic, tijger met crush. En wat mag daarin doen? Naar de auto lopen om de Hot Tuna bollen van zichzelf te halen. Hey. Neem nou een appie op. Dus ik ga even lopen die bollen pakken en dan gaan we de hengels te water. Jongens, de twee rechtjes. Je ziet het, twee helikoptersysteempjes zodat ze lekker kunnen bungelen alle kanten. De ene met een tijger met crush bol. De ander met een dubbele zwarte XXL tijgenoot. En dan is het water laten. Let's go. Niet veel lullen, gewoon vissen. Okay. Wat zeg je? Lekker! Lekker! Een vraag. Is het een goed idee om je muggengaas open te laten staan met zulke harde regen? Vraag dat maar aan! Oh jongens, het is één groot drama. Enkel regen. Hebben we nou een klein daletje in de piek? Ja, je ziet het precies. Nou hé, een daletje in de piek. Ik ben er zeker zat. Mooi begin van de sessie. Lekker daletje in de piek. Ja, ik heb de zak Hot Tuna zo maar opgehaald. Dan doen we gewoon even twee handjes erin. Ik ga die tent weer. Ja, dat ga ik maar doen. Ja, zo. Ondertussen ben ik wel af en toe bezig. Ja, wat is dit dan? Kijk eens. Is dat lekker? Zo, nou, het is officieel nog zomer. Zo voelde het door de week ook. Maar ik ben echt zeikensnat. Van top tot teen. En kijk eens even aan. We hebben even gestreden. Hier liggen ze. Eerst twee hengels. Eentje naar de overkant. Omgevallen boom. Hier zo. Dan hebben we daar aan de overkant nog een omgevallen boom. Hengeltje nummer 2. Dan lopen we even door. Hengeltje nummer 3 van Chitten. Voor het boompier zo. En jezus, godsimijne. Mocht wel even ietsje beter weer zijn. Maar goed, hengeltje nummer 4. Naar het koppie, naar de overkant. En hengeltje nummer 5. Liggen we hier zo in het kommetje.
De wind staat er volop. Hey, my boy. Gaat lukken, jongen. En dan weet je wat je moet doen. Bakken. Bakken en braden. Kijk eens even aan. Bakken en braden. Nou, dan kunnen we wel met een gerust hart zitten, weet je. Heerlijk. Vertrouwen? Ja, een special edition. Zwarme kruiden. Smullen. Een klein gaapje. Dan weet je wat, hoe laat het is. Tijd om naar bed te gaan. Ja. Nederland gekeken, 2-2. Helaas. Spannende strijd tegen de Duitsers. Dat maakt niet uit. Het mocht niet baten. Het mocht niet baten. Zolang ze karpen zo meteen maar gaan bijten. Het is mij nog iets te stil. We hebben nog geen piep gehad. Nog geen activiteit gezien. Maar ja, wie weet wat er nog brengt. Ik weet het niet. Maar kijk, we gaan het zien. Tentjes lekker opgeruimd. Mooi. En je plan van aanpak? Ja. Als we niks vangen, dan morgen inpakken. Snel 9 uur. Snel wegwezen. Ja, we hebben een mooie water op het oog. Precies, en dat bijna zien jullie dan weer in de volgende aflevering. Ja, eindje rijden weer. Eindje rijden inderdaad. Maar goed, we gaan van het beste uit. 2 vissen vannacht. Precies, we gaan ervoor. Daniel Tiedink. What the fuck, even zonder rijtjes, dames en heren. We hebben zojuist het filmpje van die voor en letterlijk 1 minuut geleden. Nee, we leven. Nee, nee. Ja, echt. Je lult? Ik lul echt niet. Je lult? Breekt hij echt? Ja, hij breekt echt. Hij zat ergens vast achter. Wat ik wou zeggen is, we hebben 1 minuut geleden het volgende filmpje opgenomen. We wouden net in bed gaan liggen. Gaat hij helemaal als een gek vandoor. Maar hij is echt gebroken. Nee joh. Of. Schoot hij los. Hij hangt nog. Nee joh. Hangt, wat is dit nou? Hij is gek. Wat is dit voor raars? Ja, ik snap hier echt helemaal. Hij is gebroken, zegt hij. Hij is gebroken. Zo spannend. Maar ik voel geen vis meer. Wat maar voel je dan? Maar daar hangt wel wat aan. Het vecht niet meer. Hij is dood gegaan. Ja. Hij maakt me trots hoor. Ja echt. Ik was echt van mijn apropos. Ik denk die lijn is gebroken. Ik had de hoop al opgegeven. Hangt hij er van aan. Maar hij zit hier voor het tuintje. Ik wil toch wel even zien wat het is. Misschien is het wel een spiegel met hele mooie platen. Dit was echt heel gek. Ik was moe, op die wedstrijd gekeken, ik baalde al dat Nederland niet gewonnen had. Schupje toch? Ja. Ik twijfelde net. Ik zie het niet goed. Ik zie het ook nog niet goed. Ja, schupje. Hoppa, hij is er zo in. Hij is binnen. Hij is er weer. Ik weet niet hoe ik het heb gefilmd, maar voor mij staat het erop. Hij is er weer. Hij is er weer. Hey, je bent erin getrapt. Wiebelen, schatje, kom maar wiebelen, wiebelen. Oeh! Filmt hij al? Ja. Lekker. Yes, dames en heren. We moesten er ergens mee beginnen. Laat het een mooie aftrapper zijn. Klein schuppie, wat zal die wegen? Een kilootje of 7. Heel misschien de 8. We gaan hem neerzegen. Het gewicht doet er ook niet toe. Het gaat puur om de schoonheid van de vis. Kijk eens, wijze woorden. Ja. Nou, je had het net gezien tijdens het drill. Ik dacht even dat mijn lijntje gebroken was. Dat was gelukkig niet het geval. Altijd ligt hier. Hey, dat is een goede conclusie. Ja, ik was net al hier. Kijk, deze stok bedoel ik. Zo, daar ging je in zitten. Ik zit en kwam die sok in mijn aars. Nou, daar heb ik geen fan van. Hij begon gelijk te juichen. Ja. Nee, maar even zonder grappen rollen deze jongen morgen zwemmen. We gaan voor de verrassing vannacht. Ik ga de jongen even opnieuw uitvaren. Het is nog vroeg, een uurtje of? 10:45? Ja, zoiets. Nou. De pleurs gaan we los. Zo, precies, opschieten. Ik kan de reden dat deze jongen wat zwemmen. Oké. Okay. Ze zeggen laat eens. Later. Nou, provincie 1, die kunnen we afvinken. Precies. Eigenlijk is gewoon de challenge om elke provincie een vis te vangen. Zo, bazen. Ja, lekker. Hoppa. Yes, dames en heren, hele goede morgen. We staan er weer, fris en fruitig. Lekker geslapen, misschien wel iets te lekker, want we hebben vannacht niks meer gevangen, helaas. Het kwam echt met bakken uit de hemel vallen. Het was vreselijk, maar zoals je ziet is het zonnetje ondertussen gaan schijnen. Nou, het is ook voor het eerst dat ik eerder wakker ben dan Chitten. Laten we die jongens even gaan wakker maken. Kijk dan, lekker zonnetje. Hey! Goedemorgen! Goedemorgen! Zo, lekker die lamp die je pakt. Het licht. Lekker hoor. Hoe is het? Zo, nou, slecht. Ik heb niks gevangen. Kut, sorry. Ja, gisteravond eentje, maar. Ja, maar voor de rest ik niet.
Wat heb je kleine ogen gekregen? Zo, ja, wat denk ik? Ik ben één tel wakker. Ik lag lekker hoor. Gebeurt niet vaak dat ik eerder wakker ben. Ik lag echt lekker. Echt lekker best. Zo, het kwam vandaag met bakken uit de hele vallen. Zo, niet normaal gek. Echt niet normaal wordt. Maar goed, het zonnetje schijnt. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens zo. Dat is geen andere wereld. Ja, gek hè? Een hele andere wereld. En het blijft als het goed is vandaag de hele dag overdag droog. Dus. Goeie. Ja, het is nou half leeg, hè? Zullen we over een half uurtje inpakken? Zeker weten. Haakje je ex. Ja, het is echt heel raar. We waren bezig met inpakken en we hebben daarheen uit te varen, naar die boom eraf. Ja, ja. We gaan binnendraaien en ik denk, wat is het joh? Die lijn gaat helemaal daar die hoek in, maar toen ik hem oppakte, leek die wel gewoon naar uit te gaan. Ik heb geen piep gehad, helemaal niks, mijn lijn was gewoon strak. Geen toplood gebruikt, dus hoe het kan. Joost mag het weten. Joost mag het zeker weten. Hij zit dus achter die boom ergens. Of er op het A zit, is ook maar de vraag. Maar ik ga daar even kijken of het kreeg. Dat was zo diep. Je ziet zonder in. Het verbaast me dat ik hier gewoon kan lopen. Hij zit helemaal in de tak hier. Zo. Ging even bijna naar mijn bek. Hij zit helemaal diep die tak in. Kut, ik loop helemaal vol. Oh nee hè. Ja, gebroken. Kut zo hè. Ja, het was ook niet anders. Hij zat zo diep die boom in. Kutzee. En een nat pak. Nou, het is geweldig. Wat een kutzee. Ah, je doet er gewoon weinig aan. Ik heb ook geen piepen gehad. Mijn lijn lag gewoon nog steeds naar dezelfde stek. Hoe het heeft kunnen gebeuren, nou. Eigenlijk zou ik het niet weten, hè. Maar het was heel gek. Ik pak hem op. Ik denk, nou, er zit niks aan. En halverwege zie ik denk die lijn helemaal de andere kant op gaan. Maar ik heb geen indicatie, niks gehad. Dus hoe je daar dan op tijd bij moet zijn. Geen idee. Ik vis ook niet met nylon. Geen toplood. Het is een hele rare zaak dit. Nou, ik heb ook een nat pak. Het is een beetje naar binnen gelopen, maar goed. We hebben het geprobeerd. Dat is die. Ben je echt nat nat? Ja, nou, het is er wel een beetje in gelopen. Kijk maar. Godver. Ja, het valt mee. Het valt mee. Ja, heb je een andere broek bij? Ja, dat wel. Ja, dat is ja, maar shit, even eerlijk, wat doe je hier aan? Ja, ik weet geen, niet. Heb je een piepgehoord? Ik heb ook geen piepgehoord. Nou ja, goed, twee runs aan een jammer dat de ene is vastgevonden. Helaas, vind ik helaas. Daar is die. Ja, ja. Zoals je ziet, vuilniszakken gaan er knoop in, want we gaan er weer vandoor. Het karretje is helemaal ingepakt en we hebben toch een topsessie gehad hier in Zuid-Holland. Provincie 1 is geslaagd. Afgevinkt hè, met een vis. Afgevinkt, uitgespeeld. We zijn daar. En één mooie vis kunnen vangen, niet al te groot. Op het laatste moment nog een verrassing. De verrassing in de boom. Goed. Helaas. Daar is niks op uitgelopen behalve een natte onderbroek. Ik zou zeggen, vond je een leuke video? Doe dan even blauw duimpje omhoog. Ja. Abonneer voor meer. En dan gaan we nu onderweg. Knallen! Abonneren jongens! Dan kunnen jullie ook alle andere delen zien van de serie. En dan krijgen we een melding. Dat is helemaal geweldig. En wij gaan naar Zeeland. We gaan naar Zeeland. Knallen. Laat eens.